Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij Map van een Kijker. Hoi Walnut, wij zijn Krenten en Banana en wij hebben een map voor jou gemaakt. Uitleg staat aan de andere kant. Abonneer op Walnut en niet op Stinkgoors. Dat vind ik een hele goeie. Nou, wat staat er allemaal op deze uitleg? In elke kamer is een Blackstone button voor als je niet snapt wat je moet doen. Een tip, altijd handige tip. Niet cheaten. Als je de opdracht goed doet, ga je naar de volgende kamer en is er een geluidje. Jongens, ik vind het nu al heel spannend. Succes en geen blokken breken. Oké. Oké, is goed. Nou, dankjewel Krenten en Banana. We gaan ons best doen. We zijn in de eerste kamer aangekomen. En hier is de Blackstone button voor een tip. Maar we gaan nog niet de tip klikken. Dat gaan we gewoon zelf oplossen. Oké, ik kan ook niet meer terug zo te zien. We hebben hier een iron ingot of nugget. Die gaan we meenemen. En zo te zien zie ik nog meer iron ingots of nuggets. Maar laten we eens kijken wat de bedoeling is. Wat hebben we hier? Lukt het jou om hem aan te zetten? Om hem aan te zetten? Dat weet ik niet of mij dat lukt. Oh! Ik gok dat ik een flint en steel moet maken. En dat ik dan het kampvuurtje hier aan moet zetten. En dat die pistons dan geactiveerd worden. Dat verklaart ook de iron nuggets. Oké, dus laten we even kijken of we al deze iron nuggets kunnen pakken hier. Gaan we gewoon zoveel mogelijk hier uitgrijpen. Het zijn er al 4. Dan is dit nummer 5. En ik denk dat ik er dan best wel wat nodig heb. 9 om precies te zijn. Ik denk dat ik er 9 nodig heb. Hier nog geen 1 boekje. Nu! Hey! Super Walnut, nu! Jeetje, dit is het beste boek dat ik ooit heb gelezen. Maar inderdaad, jongens, abonneer eventjes nu. We zitten bijna op 1 miljoen abonnees. Oké, even kijken. Ik mis er nu nog, denk ik, 2 of 3. Wat is het? Hier zou er sowieso ook eentje... Oh, daar hebben we de flint. Hier hebben we de flint. Gaan we ook even alle barrels checken of daar niet misschien verstopte flintensteel in zit. Hey, een button. Can be placed on block of gold. Oh, die gaan we meenemen. Die kunnen we op goud plaatsen. Ah, hier is er nog één. Dan heb ik er heel simpel echt gewoon nog 2 nodig. Dan kunnen we flintensteel maken en het kampvuurtje hier aanzetten. Maar waar zijn die andere flints? Of wat is dit? Dit blok hier. Oh, hier bovenop. Hier. Ja. Oké, dat is 8. Had ik er niet 8 nodig? Nee, ik heb er echt nog eentje nodig. Er is ergens nog 1... iron nugget verstopt. Een ijzeren nugget. Maar waar? Dus je kunt op deze manier erop klimmen hier. En dan kunnen we wat hoger kijken. Je kunt hem parcouren. Ik denk dat dit ook wel een beetje de bedoeling is dat ik dit parcours doe. Dan kan ik daarboven... Oh mijn god, daarboven moet ik zijn. Ja. Ja. We moeten parcouren, jongens. 100%. Oké. Dan moet ik hier even goed opletten. Hier kan ik niet springen. Dus dan is het gewoon... Nee, ik had dit moeten doen. Natuurlijk had ik dat moeten doen. Kijk, dan kunnen we namelijk gewoon zo. En dan zijn we aan de overkant. En dan moet ik hierheen. En dan moet ik hierheen. En dan zijn we erop. En daar is de laatste iron nugget. Tot nu toe vind ik dit een hele leuke map, jongens. Dit is een leuke map. Goed gedaan. Oké, dan kunnen wij maken hiervan. Kunnen we een iron ingot maken. En dan kunnen we daarvan gecombineerd natuurlijk een flint en steel maken. En die kunnen we dan gebruiken om dit aan te steken. Jee, nu is het niet meer koud. Ga naar de volgende kamer. Ik dacht oprecht dat die pistons hier iets zouden doen. Ga naar de volgende kamer. Oh, joh, hier. Kijk, deze moeten we ook goed bewaren, de stone button. Het ging erom dat het te koud was. Jee, nu is het niet meer koud. Ga naar de volgende kamer. Oh, mijn god. Nee. Ik moet 1 button inklikken en dat is de goede button. Oh, mijn god, dat meen je. Wat erg dit. Wat... Oh. Dat was echt veel sneller dan verwacht. Wat een hele kamer vol met stone buttons. En de derde button waar ik op klik is volgens mij de goede button. Haha, sukkels. Ik ga er vandoor. Doei. Oké, we zijn in de volgende ruimte aangekomen. En dat is zo te zien een grote paintingruimte. Alleen moet ik wel zeggen, ik heb deze button, die kan hierop. Dus die doen we vast plaatsen. Maar laten we eerst even kijken of wij niet stiekem hier ergens doorheen kunnen lopen. Ja, natuurlijk kunnen wij ergens doorheen. Rick verdrinkt, Makke stinkt, Walnut blinkt. Wat is dit nou weer? Wat is dit nou weer voor een raar bordje? Rick verdrinkt, Makke stinkt en Walnut blinkt. Huh? Oké, laten we maar gauw bij andere plekjes kijken of we door de muur heen kunnen. Er is wel een button hier. Oh, maar die gaan we niet op klikken. Dat is de tip-button. Laten we naar buiten gaan. Laten we hierheen gaan. Een doolhof! Vinden jullie de weg in het doolhof? Er zijn 2 gaten voor puzzelaar en 1 voor toekijker. Ik ben alleen. Waar heb je het over? Geprankt. Oh, god. Ik ga wel... Dit kan ik zelf doen, jongens. Niks aan de hand. Abonneer op Walnut nu, jongens. Inderdaad. Wordt wel heel vaak gezegd nu. Oké, waar moet ik heen? Het is niet zo'n groot doolhof. Toekijken. Nee, ik ga niet de toekijker. Ik ga gewoon het gat in hier. In deze. Bonk. Bijna dood. Druk op de knop voor de volgende kamer te openen. Probeer te ontsnappen. Oh, nee. Wat heb ik hier? Een furnace, een ladder, een red sand en een crafting table. Oké, we gaan de knop klikken. En nu? En nu? Hij doet het niet. Hij doet het niet. Oh, wacht. Ik snap hem, denk ik. Probeer te ontsnappen. Ik heb nu de kamer geopend in een andere ruimte. En nu moet ik proberen hieruit terug te ontsnappen. Oh, joh. Vandaar dat ik die blokken heb gekregen. Kan ik hier gewoon niet omhoog bouwen? Gewoon zoals dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zo. En dan zo. En dan die hier. En dan die
hier. Die hier. Nee, ik kom er net niet uit. Wacht, dat gaan we anders proberen. We gaan proberen die ladders zoals dit te pakken. Oh, dat werkt niet. Red ik het nu? Volgens mij, ik heb het gered. Let's go. Doei. Oké, nu is dus ergens blijkbaar een nieuwe kamer gevonden of geopend. Maar waar? Is het nou niet achter de paintings, toch? Hier misschien, in die gekke ruimte? Nee. Hier misschien? Nee, hier. Daar is een nieuwe ruimte. Woehoe, nieuwe ruimte. Oké, wat hebben we hier allemaal? Barrels, nog meer barrels, een lange gang en een... Wat is... Hoe zou je hier overheen kunnen komen? Ik gok door een button of zo daarop te plaatsen. Die hier ergens in de barrel verstopt zit. Laten we deze flintensteel wegdoen. Moeten we al deze barrels bekijken. Gatsidari. Ja, hier een button. Can be placed on a block of emerald. Let's go. Hoppakee. Daar kunnen we erop. En dan kunnen we de button kunnen we achterlaten hier. Zo. Oké, dan zijn we aangekomen in de keuken. En wat moeten wij nou weer in de keuken doen? Een broodje eten of zo? Niemand komt gezellig even lunchen met me. Ik ben helemaal alleen. En wat moet ik hier doen? Laat ik maar gewoon kisten en barrels openen om te kijken of ik daar iets kan vinden. Misschien onder de tafel een geheime kist of zo? Nee. Waar moeten we dan iets pakken? In de oven misschien? Nee. In deze barrel en al die barrels hieronder. Ga gewoon even kijken of we iets kunnen vinden gelijk. Oké, ik heb overal gekeken en ik kon niks vinden. Dus wat moet ik hier doen? Misschien eronder? Oh, dat zou kunnen. Wacht. Zit hier onder iets of zo? Nee. Op deze pressure plate liggen? Doet dat iets? Ik hoorde iets. Ja, de kamer is open. Het was op de pressure plates liggen. Let's go. Oké, dan gaan we door naar de volgende ruimte. En dan komen we hier aan in nog een ruimte waar ik geen idee heb wat ik moet doen. We hebben een boekje hier. Enchanted boek. Moet ik die ergens anders instoppen? Is dat het? Als dat het is, dan heb ik direct gewoon. Direct snapte ik hem. En we hadden hier allemaal andere boeken waar het mogelijk van kon zijn. Ik ga kijken of er leuke boeken tussen zitten. Gemiste kans voor een easter egg dit. Het was legit gewoon het boek. Ik ga ze even goed proberen in elke andere te doen. We hebben hem gewoon. Op naar de volgende. Oh, dit is echt een mega ruimte. Kijk hem chillen, die guy. Kijk hem lekker chillen. Laten we even kijken wat er op tv te vinden is. Abonneer op Walnut en niet op Rick en Makkes. Dit is de beste zender die ik ooit heb gezien in mijn leven. Oké, laten we even kijken waar we beland zijn en wat de bedoeling is. We hebben hier een mega aquarium. Hier boek en quills. Alleen daar kan ik net niet komen. Dus ik denk dat ik dit even ga slopen en dan ga kijken wat er staat. Zie je finds? Ik wel. Ja, ik zie ook finds. Hier hebben we een lege item frame. Dan hebben we hier kisten en allemaal andere troepjes. Een bel, daar gaan we even op drukken. Nog een lege item frame. Hier hebben we een soort tafeltje bij een open haard. Nog een lege item frame. Oh, kijk, hier hebben we item frames met muziek. En kleuren erachter. En aan de andere kant ook. Zijn er jukeboxen verspreid? Nee. Wat hebben we hier? Oh, geheime ruimte. Geheim met een lege item frame. Oeh, ik weet niet of dat de bedoeling is. Wacht, misschien moet ik die music discs wel in de dozen of in de item frame stoppen. Oh. Maar hoe ga ik erachter komen welke waar hoort? Is een goede vraag. Ik denk dat dat het ding is, jongens. Het zijn allemaal lege item frames. Hier zijn item frames met music disc. Maar hoe kan ik zien welke waar hoort? Dat is nogal een moeilijke, vind ik. Laten we het aquarium ingaan. Misschien kan ik hier wat meer informatie vinden. Althans, ik hoop... Nee, wel weer een lege item frame. Ja, ik kan op kleuren gaan werken. Dus dat zou hier bijvoorbeeld geel moeten. Oh god, niet verdrinken. Oh nee. Oh, nee. Oh, ik kan niet verdrinken. Niks aan de hand. Dan zou daar geel moeten. En dan zou je zeggen dat hier wit moet. Omdat het een witte ruimte is. Oké, dat kan. Maar dan bijvoorbeeld hierboven. Wat moet hier dan? Dit heeft niet echt een kleur, dit. Weet je wat? Ik ga het zo gewoon in item frames doen. Maakt niet. Ik ga het gewoon willekeurig doen. Ik ga het gewoon redelijk willekeurig doen. Ik ga waarvan ik denk dat een kleur daar moet, ga ik een kleur daar stoppen. Dus hier ga ik wit doen. En misschien maakt het wel helemaal niet uit welke kleuren waar gaan. Hier doen we daarboven. Want daar zag ik er ook volgens mij eentje. Hoe kom ik daar boven? Hoe kom ik daar? Hoe kom ik daar met een item? Hoe moet ik die daar plaatsen? Hè? Waarschijnlijk moet ik parcouren. Oké, daar komen we later dan. Doen we hierboven, doen we gewoon paars. Doe ik in deze hier, doen we oranje. Wat is het? Doen we die hier, hoppakee. Dan hierachter doe ik een groene. Doe ik die gele, doen we hierin. Gaan we even kijken of we hier omhoog kunnen parcouren op een manier. Ik denk het wel, als we gewoon zo doen. Ja, zo kunnen we omhoog parcouren. En dan komen we bij deze item frame hier. Daar doen we de zwarte dan. Daarboven is... Au. Ik wil zeggen, daarboven is er nog één. Dus die wil ik er weer uit halen. En doen we, hier doen we wel de rode. Terug parcouren. Even kijken dan. Naar de overkant hier. Oeh, gaat het lukken? Oeh. Oeh, dit wordt een moeilijk sprongetje. Nee! Oh, dat is echt een moeilijk sprongetje. Dus hier kan ik wel makkelijker gewoon zo. Oh, dit is een vervelend sprongetje. Nee! Oh mijn god, volgens mij zit er daar een gat aan het einde waardoor ik gewoon zwemmend daar naartoe kan. Als dat zo is... Ja! Oh, wat ben ik daar blij mee. Ik was zo bang dat ik dat sprongetje moest halen. Oké, dan doen we hier de zwarte en dan hebben we nog ruimte voor één item frame. En waar is dat laatste... Oh, hier...
Of gewoon hier letterlijk, waar ik al die tijd was. Doen we deze hierin. Heeft dit het opgelost? Is de nieuwe ruimte geopend? Ik denk het niet. Maar ik weet het ook niet zeker. Ik heb overal een ding geplaatst. Kunnen we verder? Ik gok dat hier die ruimte zit. Achter deze ruimte. Of ik moet het tapijt volgen. Dat kan ook. Tot nu toe moet ik wel vaker het tapijt volgen. We gaan even in de oudere ruimtes kijken. Of hier een nieuwe ruimte is vrijgespeeld. Hallo? Nieuwe ruimte misschien? Nee, niet. Doen we niet aan. Ah, dat vind ik jammer. Heb ik het fout gedaan dan? Overal zit toch een item of een music disc in? Ik snap er helemaal niks van. Ik moet die music disc moet ik overal instoppen. Dat heb ik gedaan. Ik heb ze letterlijk overal ingestopt waar je ze in kan stoppen. Ik heb het daarin ingestopt. Daarboven heb ik er een. Hij is open. Ineens is de deur wel open. Ik snap helemaal niks van hoe dit gedaan is. Misschien zat er een timer op of zo, maar de deur is geopend. En wij kunnen weer verder. Goed, we gaan maar gewoon verder. Ik vind het helemaal dikke prima. Hé, we zijn bij het zwembad aangekomen. Let's go, we gaan zwemmen. Altijd leuk. Altijd leuk om te zwemmen. We hebben hier een blauw en een rood blokje. En ik hoop dat het warm en koud is. We gaan nog niet op de tip klikken. We hebben tot nu toe geen tips nodig gehad. We hebben hier de jacuzzi. Dan hebben we hier de douche. Kan ik de douche omhoog zwemmen? Ja, en dan hebben we een button. En dat was het ook gewoon. Het was letterlijk op de button klikken. Helemaal prima. Yo, we gaan naar buiten weer. Het is donker buiten. Oké, we gaan omhoog klimmen, jongens. We gaan omhoog klimmen. Het wordt in één keer... Oh, parcouren. Yo, dit is volgens mij de eerste keer dat we echt een beetje moeten parcouren. We hebben ook wel een klein parcours net gehad. Alleen... Oh, ik hou niet van laddersprongetjes. Ik hou niet van laddersprongetjes. Dit is wel iets meer parcouren al. En het gaat ons... Het ging ons goed af tot we naar beneden vielen. Oké, niks aan de hand. Niks aan de hand. Oh, dit is ook... Nou, dit is wel te doen trouwens. Spring er compleet naast. Ik span ook echt helemaal aan het begin weer. Nou, trouwens, op zich, het is niet zo heel groot. Je wordt gelukkig vaak heen en weer gestuurd. Het is niet alsof ik de hele map opnieuw moet doen. Maar ik moet wel het parcours opnieuw doen. Ook leuk. Goed, we gaan het parcours maar gewoon weer opnieuw doen. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Hoe ik daar net viel, is echt best wel bijzonder. En hier wederom. En hier wederom. Oké, dit gaat goed. Dit gaat goed. Nothing on the end. Nothing on the end. Oké. Normaal zijn deze sprongetjes heel makkelijk. Dus dan moeten ze nu ook heel makkelijk zijn, juist. Oh, we zijn er al. We zijn er alweer. Niks aan de hand. Wat hebben we hier? Een boot. Oh, een glijbaan. Oké, dat vind ik oprecht leuk. Dames en heren, wens me veel succes met het glijden van deze glijbaan. Daar gaan we. Oei. Oké, we gaan de glijbaan af, jongens. Ik moet even denken in F5 zitten. Anders is het namelijk heel moeilijk om het te controleren waar ik heen ga. Oprecht leuk gedaan. Oh, ik pas hier niet doorheen. Oh, dan maar zonder boot. We gaan zonder boot verder. We gaan zonder boot gaan we verder, jongens. Nu is de wildwaterbaan. Daar zijn we aangekomen in, ik gok, de kelder of zo. Oh nee, trouwens niet, want we zijn net omhoog geklommen. We zijn hier gewoon aan het chillen. We zijn hier gewoon keihard ineens aan het chillen. Ik zie daar een hendel, daar gaan we gelijk op drukken. Ik weet niet waarom, maar ik doe het gewoon. En het, een beacon. Beacon is tot nu toe meestal een deur die open gaat. Is dat open gegaan daar? Zou dat kunnen? Wacht, we gaan even kijken wat we hier kunnen doen. Een trap omhoog. Nog een trap omhoog. Druk even hierop. Ik heb het gevoel dat we nog lang niet bij het einde zijn. Dat meen je. Zijn we er nog lang niet? Zijn we er echt nog lang niet? Oh mijn god, dan is best wel een grote map. Ook op deze. Echt een lange gang vind je ook niet. Ja, het is wel een lange gang. Dit is inderdaad een lange gang. Wat hebben we hier? Oh, dit is dus blijkbaar het einde. Het was wel dichterbij dan verwacht. Gefeliciteerd, jij hebt de lange of korte escape room gehaald. Ik hoop dat je het leuk vond. En laat even een comment achter en abonneer je. Zult meer maps van ons zien. Ik vind het leuk om meer maps van jullie te zien. Sta hier voor een feestje. Heel leuk feestje. En een hele goede DJ natuurlijk hier. Ga hier voor spectator. Ik ben wel benieuwd. Wat is dit voor ruimte? Oh mijn god. We verveelden ons. Ja, dat kan ik duidelijk zien. Yo, ze hebben dit blijkbaar in een mansion gebouwd. Hoe is mij dat niet opgevallen? Dat dit allemaal in een mansion is gebouwd. Ik vind dit leuk in elkaar gezet, deze map, jongens. Ik vind het zeker leuk. Goed, jongens. Dan zijn we nu bij het einde aangekomen. En dan is het aan jullie om in de reacties een cijfer achter te laten van 1 tot 10. Laat even weten waarom je dat cijfer ook geeft. En dan kunnen deze mensen snel een nieuwe map maken. En vond je dit nou zo'n leuk video? Kijk dan ook even lekker deze video. Dit is namelijk ook echt een hele leuke video om even te kijken als je dat nog niet hebt gedaan. Klik er nu op. Kijk hem lekker. En dan nu spreek ik later glaasje water. Tot de volgende keer.